en super leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. In deze video ga ik laten zien wat je allemaal nodig hebt voor een cavia. En wat voor cavia's ik heb. En ik ga er gewoon wat dingetjes bij vertellen. Dus ja, laten we beginnen. Als eerst heb ik 2 cavia's gekocht. Het is nu dinsdag. En ik had ze vorige week donderdag opgehaald. En ja, ik vind ze echt heel leuk. Ik heb een jongetje en een vrouwtje. En het jongetje heet Pim en het mannetje heet Pom. Het jongetje heet Pim en het vrouwtje heet Puk. Ik weet ook niet waar ik op Pom kwam, maar ik dacht gewoon aan die poesje van Pim en Pom. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar ja. Ik heb ze nu heel even uit een kooi gehaald, want ik heb hier achter me al de kooi staan. En ik heb alles weer uitgehaald, zodat ik het gewoon kan laten zien van wat je eigenlijk nodig hebt. En ja, mijn hond vindt het ook heel erg leuk, dus die komt er ook gezellig bij. En allemaal heel interessant. Maar als eerst gaan we het voer doen. Nee, je gaat eraf. Dus je bent een beetje heel irritant. Het voer. Je moet ze ongeveer 2 keer per dag een beetje groente geven. En een keertje per dag een lekker druifje of een aardbei of een stukje banaan of zo. Maar ik heb gewoon, ik geef ze witlof. Maar je kan ze ook sla, andijvie, bloemkool, broccoli. Maar alles waar het woord kool in zit is niet zo heel goed voor de darmen en zo. Dus zelf geef ik wel, bijvoorbeeld gisteren hadden we broccoli gegeten. Dan geef ik bijvoorbeeld dit einde geef ik dan ook aan de cavia's. Ik wou zeggen ratten. Maar ja, ik geef dit dus en ik geef ze per dag gewoon een druifje. Want ze vinden druifjes heel erg lekker. Dan geef ik ze ook brokjes. En ik heb dit leuke schattige koortje met cavia erin gekocht. Het bakje. Met van dit soort brokjes. Dit is ja, cavia brok. Want je hebt ook van voer met allemaal pitjes, zonnebloemdingetjes, mais en dat soort dingen. Maar als je dat voer koopt, dan halen ze er alleen de lekkere dingen uit. En dan ja, krijgen ze dus niet alles binnen. En ik zou het zelf ook doen hoor, alle lekkere dingen eruit halen. Want daarom kun je ze het best vanaf begin af aan al brok geven. Omdat ze dan, ja, daarna willen ze nooit meer iets anders als ze het eenmaal krijgen. En er zit gewoon alles in. Ik ga laten zien wat. Ik heb gewoon groente heb ik bij de supermarkt gekocht. Dit bakje heb ik bij Foundland gekocht. Brokjes heb ik ook bij Foundland gekocht. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is dat zijn deze brokjes. Kijk, er zitten gewoon alle vitamines in zoals hier staat. En het dus lijkt een beetje op Bix. Dus ja. Dat krijgen ze van mij. Krijgen ze nog meer te eten? Ja, hooi. Hooi natuurlijk. Ik ga even dit hier doen. Ik geef ze hooi. Deze heb ik bij Foundland gekocht. En dit is alpenhooi. En dat vinden ze heel erg lekker. En dan heb ik ook nog in de aanbieding bij Pets Place, want dat was de helft voor de prijs, kamillehooi gekocht. Ze moeten ook een beetje verandering krijgen in het eten, vind ik. Dus als die op is, dan geef ik ze de kamillehooi. En hopelijk worden ze daar lekker rustig van. Nee. Het zou mij zelfs lekker ruiken. Want ik vind kamillethee dus zelf ook echt heel erg lekker. Het is niet hetzelfde, maar oké. Dan heb ik echt nog iets heel leuks gekocht, wat echt een goede aankoop was. En wat ze heel lekker vinden en ook gewoon leuk vinden om in te zitten. Dat is namelijk een eetbaar huisje. En het is hier echt een troep, maar ik heb me voorgenomen dat ik hierna ga... ga stofzuigen. Kijk, en dat is dit huisje met bovenop wortel. En het is hier nu echt een troep door dit ding, maar... Ja, ze vinden het echt heel erg lekker, zoals jullie zien. Ja, dat was echt. Deze heb ik ook bij Foundland gekocht. Dan nog iets eetbaars. Zit hier in het tasje. Heb bij de Action gehaald. En dat zijn snacks. Ik heb niet het idee dat ze deze lekker vinden, want er liggen er 2 in de kooi, maar ze eten er niet aan. En dat zijn, ja, het zijn deze balletjes met allemaal pitjes. D3 en A-vitamines. En met besjes smaak. En
Ja, allemaal lekkere pitjes. Maar ja, ik heb daarvan 2 gekocht. Bij Action, dus ja. Dan nog iets wat we kunnen eten. En waar ze ook aan knabbelen is dit dingetje. En dat is ja, omringd met wilgetakjes. Daar vinden ze heel lekker. Met binnenin hooi. En kijk, zoals jullie zien hebben ze er al uitgegeten. Dus ook een goede aankoop. Heeft er nog iets meer te maken met eten? Nope. Oké, dan gaan we door naar de speeltjes. Wat ik echt voor speeltjes heb. Ik heb geen speeltjes eigenlijk. Ja, ik heb wel speeltjes. Dat balletje met die wilgetakjes. Dit is een speeltje. En dan heb ik hier ook nog een speeltje. Dit is, heb ik bij het hok gekregen. Ja, kunnen ze zich mee vermaken. Kunnen ze de hele dag lekker op knabbelen. Dit is een knaagdierenspeeltje. Ja, en zo te zien hebben ze er nog niet echt aan gezeten. Maar we gaan het zien. Wat ik dan als... Hier kunnen ze in schuilen. Maar het is heel belangrijk dat je plekjes hebt waar ze in kunnen schuilen. Vooral mijn babykaartjes. Die zijn nog een beetje bangig. Maar die probeer ik gewoon 3 keer per dag een beetje te aaien. En om mijn hand te houden en zo. Dus zodat ze hamtam worden. Maar ik heb dus nog een huisje waar ze echt de hele dag onder zitten. Wat ze echt heel leuk vinden. En dat is dit huisje. En dat is met wilgetakken. Ja, nee, met wilgetakken. En kijk, dat kun je helemaal vouwen. En je kan het ook als een, ja, een rondje zetten waar je ze in kan zetten. En kijk, dat vinden ze ook heel leuk. En het is gewoon een heel leuk huisje. Dan heb je natuurlijk ook nog voor de verzorging nodig. Ik heb een borsteltje. Waar nu allemaal hooi in zit. Een borsteltje waar je het vakje mee kan kammen. Want ik laat zo meteen de cavia's zien. Wees maar gerust. En dit is voor, deze bij Violent gekocht voor, en het huisje trouwens bij Pets Place. Voor vachtverzorging, voor soft protection, kort haar en lang haar, dus ja. En dan heb je ook nog een nagelschaartje nodig, maar zelf heb ik die nu nog niet, omdat dat nu nog niet nodig is. En die ga ik gewoon kopen tegen die tijd. En wat ook nog een tip is, je moet ieder jaar, moet je ze druppeltjes geven voor schurft. Ja, iets een huidjeuk, ja iets. Maar dat weten jullie misschien wel. Maar wat je dan ook nog nodig hebt, is ondergrond voor het hok. En ik heb hier ondergrond. En dit is vlies, dus bij de Action te koop, 80 cent. Ja, vlies, wat is het? Houtvezel. Ik heb er 5 gekocht, want de Action is ongeveer 10 minuutjes hier vandaan. En we hebben geen zin om iedere keer te rijden naar de Action. Dus ik heb gewoon gelijk 5 gekocht. Eentje zit daarin. Eentje heb ik hier. En de andere 3 liggen beneden in de kelder. Dus ja. Wat ik hier ook nog niet bij de hand ligt. Wat ook in de kelder is. Is een rem. Als ze wat groter zijn. Ik laat ze nu soms ook wel in zitten. Om een beetje aan te wennen. Maar dat ze later gewoon een beetje kunnen rennen. En los kunnen lopen in huis. We hebben namelijk een flat. Maar we zetten ze gewoon binnen neer. En als het niet al te warm is, gewoon buiten op het balkon. Of dan doen we er wel een dekentje overheen. Want we hebben van die planken. En daartussen zitten allemaal spleetjes. Dus als je er gewoon een vliesdekentje onder legt, kan er niks gebeuren. Dan ga ik zo meteen nog laten zien aan jullie hoe het eruit ziet als het hok is ingericht. Maar wat ik ook nog heb, dat zien jullie misschien daar hangen, is een waterflesje. Die heb ik ook bij de Pestplace gekocht, gewoon heel handig. En voor de zekerheid heb ik ook nog een waterbakje erin. Want ik weet niet wat ze fijn vinden, want volgens mij drinken ze niet veel. Maar ze halen vooral het vocht uit het fruit en de groenten. Dus ja, ga ik nu heel even de cavia's erbij. Ik heb ze in het reiskoffertje gedaan. Eventjes. Zo. Het zijn nog baby'tjes, dus. Ik ga ze er even uithalen, voorzichtig. Hallo. Als ze er maar niet... Oh, niet eruit. Nee. Oh, ze mogen er echt niet uitspringen van mij. Kijk, dit is het mannetje. Dat is Pim. Sorry dat je hem nu goed kan zien. Maar ja, ik ben echt bang dat ze er anders afspringen. En hij is bruin met zwart en wit. Luna af. En ja, hij is gewoon echt heel schattig. En deze is wel bangst van allebei. Dan nu het vrouwtje. En ze mogen er echt niet van mij uit. Oké, yep. Snel het kooitje dicht. Luna af.
Kijk, dit is het vrouwtje. Deze is wit met zwart. En het kontje is bruin. En ja, deze is Puk. En die is ook een paar weken. Het is echt heel schattig. Zo, ga maar snel erin. Dus ja, ga ik nu weer even het hoekje inrichten. En ik ga nu ook even af. Mijn hoek laten zien. Zo. Ik zet ze even veilig neer, want Luna er niet bij. Af, Luna! Kijk, dit is mijn hok. Normaal staat hier het huisje op en met een beetje een hooibedje. Luna! Oh, echt waar. Heb ik hier nog broccoli stukjes. Ja, van het spul. En deze, ik moet het hok iedere... Ik maak het iedere dag, haal ik even de poepjes en plasjes eruit. Twee keer in de ochtends en 's avonds, voordat ik naar bed ga. En dan heb ik hier drinken. En deze kooi heb ik ook bij Pets Place gekocht. En ja, die drinkfles ook. En er zat eigenlijk ook nog zo'n ding bij, maar daar kunnen ze nu niet bij. En kijk hoe vies het nu is op de grond. Echt niet normaal. Maar ik ga hem nu dus even inrichten en dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, ik heb het hok weer ingericht. Zo ziet het eruit. Kijk, hier heb ik dan het huisje, dit huisje, witlof. Dan heb ik hier twee blaadjes witlof. Daar ligt dan het speeltje, hier ligt het takje. Ik denk wel op zich dat ze er door langs kunnen. Zo, en dan kunnen ze daar achterlangs ook nog hier drink een waterbakje, hier drinkflesje, hier hooi. Daar hebben ze hooi waar ze van kunnen eten, want ze moet echt de hele dag... Hé, hey, hallo, kijk dan wat mijn hond doet. Ga eens af. Zo. En ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dus onbeperkt hooi krijgen. En gewoon ruwvoer. En ja. Dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan. Tot de volgende video. Doei. En kijk, hier zitten de kavia's. Kijk, zien jullie ze? Ja. Kijk, en hier. Schattig, hè? Maar ja, doei.